Leuk dat je weer kijkt naar deze live update over operatie Nachtwacht. Hier live vanuit het Rijksmuseum, live vanuit het Glazen Huis. Er gebeurt hier iets ontzettend bijzonders, want we zijn hier recht voor het belangrijkste schilderij van Nederland, de Nachtwacht. Die wordt op dit moment grondig onderzocht, zodat we straks kunnen gaan kijken hoe we dat schilderij het beste kunnen behouden voor toekomstige generaties. Ik ga erover praten. Dat doe ik straks met Pieter Roelofs, ons hoofdschilder en beeldhouwkunst. Ik zal het straks aan je voorstellen. Heb je vragen voor hem? Dan kun je die natuurlijk stellen in de comments. En dan gaan we proberen die tijdens deze livestream te beantwoorden. Hier in de glazen ruimte Pieter Roelofs, ons hoofdschilder en beeldhouwkunst. Welkom. Pieter, we zien natuurlijk hier van allerlei technisch onderzoek gebeuren aan de Nachtwacht. Maar tegelijkertijd, wat mensen misschien niet zo snel zullen beseffen, we zijn ook heel erg bezig met kunsthistorisch onderzoek te doen naar de Nachtwacht. En daar ben jij vooral bij betrokken. Die Nachtwacht, het belangrijkste schilderij van Nederland. Wat maakt dit schilderij nou zo ontzettend bijzonder? Ja, in eerste plaats is het echt het kloppend hart van het Rijksmuseumgebouw. Hè. Ik bedoel, dit grote museum is in 1885 rond de Nachtwacht ontworpen, ook daadwerkelijk. Het is een schilderij, denk ik, dat iedere Nederlander tot de verbeelding spreekt. Hè. Voor mij ook, als klein kind kom je in het Rijksmuseum, zie je dat schilderij en eigenlijk word je meteen gegrepen door de beweging, door het licht, door de kleuren, door het drama, actie. He, alles wat in een schilderij kan zitten, zit in de Nachtwacht van Rembrandt. Ja, hoe oud was jij toen je zelf de Nachtwacht voor het eerst zag? Ja, ik denk dat ik een jaar of 7, 8 was. En ik heb op mijn 10e mijn eerste spreekbeurt gehouden over Rembrandt en de Nachtwacht. Ik houd nu nog steeds hetzelfde verhaal als toen. Maar het is zo'n schilderij dat je grijpt, hè, dat je vastpakt ook. En dat ja, ook jaarlijks hier meer dan 300.000 kinderen weten boeien. Ja, hoe komt dat het schilderij zo die aantrekkingskracht heeft? Rembrandt is een verhalenverteller. Weet je? Hij creëert hier een cliffhanger als het ware. Je wordt vastgepakt, meegenomen dat schilderij in en eigenlijk nooit meer losgelaten. Ja, je zegt meegenomen het schilderij in. Laten we dat schilderij dan ingaan. Laten we even naartoe lopen. Want wat zijn nou voor jou de belangrijkste details van dit schilderij? In de eerste plaats als je bedenkt dat dit een groepsportret is. Van een groep schutters, hè, zeg maar een soort burgerwacht of vrijwillige politie in de 17e eeuw. Zij stonden garant voor de vrijheid en de veiligheid in Amsterdam. Mm-hmm. En als je denkt aan een portret, nou, normaliter netjes iedereen op een rij, maar Rembrandt maakt er echt een verhaal van. Hij zet er een nieuwe laag, nieuwe betekenislaag op. Ja. En hij speelt ongelooflijk ook met details en motieven. En voor mij is eigenlijk het centrale motief de hand van de kapitein, Frans Banning-Kok. Hè. Hij is de baas van het geheel. En hij staat hier op het moment dat hij het signaal geeft tot uitmarcheren. En dat moment wordt gevolgd door zijn luitenant, eigenlijk de tweede man. En het aardige is dat je ziet, en dat is buitengewoon vernuftig gedaan door Rembrandt, dat vanuit deze hand de schaduw hier op het kostuum van Ruitenburg valt. Mm-hmm. En dat we zien hoe tussen duim en wijsvinger een staande leeuw, een klimmende leeuw is weergegeven. Waartussen het wapen van Amsterdam zichtbaar is met de drie Andreaskruizen. Dus dit, eigenlijk zo vernuftig gedaan, vat als het ware samen waar dit schilderij over gaat. Nou ja, en vervolgens creëert Rembrandt een soort centrifuge eromheen, zou je bijna kunnen zeggen. Van beweging, actie, drama en interactie. Ja, en dat detail wat dus zo belangrijk is, dat is dus, daarmee beeldt u dus eigenlijk uit, deze schutters, deze mannen, die zorgen voor de veiligheid van de stad. Die bewaken de stad, hè? Die hebben hem in hun hand eigenlijk. Ja. Dus we kunnen rustig gaan slapen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En het schilderij maakte onderdeel uit ook van een breder ensemble. Er waren 7 stukken die in de Cloveniersdoelen, dus zeg in het clubhuis van de schutters,
ja, naast elkaar hingen in hun allerbelangrijkste ontvangstzaal. En de nachtwacht hing ergens rechtsachter aan de lange wand. Maar is door de eeuwen heen eigenlijk het belangrijkste schilderij van Nederland. Ja, en er zijn meer belangrijke details, hè? Of opvallende details. Wat Rembrandt heel mooi doet, hè? Dus nogmaals, het is een groepsportret. Mm-hmm. Maar hij weet in dat groepsportret een aantal verhalende elementen toe te voegen. Hij voegt eigenlijk figuranten toe. Ja. En in die zin is Rembrandt echt ook een filmregisseur, zou je bijna kunnen zeggen. Hij is een soort cameraman uit de 17e eeuw, die zelf ook de regie voert. Mm-hmm. En een van die elementen die hij toevoegt is dit meisje. Er staan twee meisjes, dat is overigens ook grappig. Mm-hmm. Als je goed kijkt, staat er nog hier een meisje in de turquoise achter. Ja. Maar zij... Ja, want je vraagt je af, wat doet een meisje tussen die schutters, tussen al die mannen? Ja, dus zij is zo'n motief dat eigenlijk het verhaal nog eens een keer extra brengt. Ze heeft een kip aan haar riem hangen. Ook heel raar, toch, eigenlijk? Dan denk je, wat is dat? Maar in de 17e eeuw werd direct begrepen dat de klauw hier verwijst naar... kloven, dus dat is taaltechnisch. En kloven verwijst uiteindelijk naar de klauw in het wapen ook van de schutterij. Dus zij voerden een wapen, daar stond een klauw aan in. En die klauw zien we hier terugkeren. Dus ze is een soort mascotte, als het ware, van de schutterij en van wat we hier zien. Ja, en dat wapen wat ze gebruikte, waar dat dus naar verwijst, die zien we daarnaast, hè? Ja, dus deze man in rood is op het moment van laden van zijn geweer. Dus je ziet dat hij echt poeder, dus kruid, in zijn geweer voegt. En het mooie is dat Rembrandt eigenlijk ook hier weer een klein verhaal vertelt binnen het grote geheel. Hij staat op het moment van voorbereiden van het geweer. Deze man met zijn helm en het eikenloof op de helm schiet. En je ziet dat hij hier doorloopt en hier wordt het schot geleverd. Even wordt nog met dat handje zo die loop omhoog gedrukt, zodat de luitenant niet geraakt wordt. En dan vervolgens zien we hier hoe deze man het kruid weer blaast eigenlijk van de pan van zijn geweer. En dan begint het weer opnieuw, want het is een eeuwigdurend verhaal in die zin. Ja, dus Rembrandt laat helemaal de werking van dat wapen zo in verschillende stadia eigenlijk zien en vertelt daarmee weer een verhaal. Waar zij voor staan. Ja. Dus zij zijn de schutters en dit is hun kernactiviteit. Ja. Nu zijn we een tijdje bezig met onderzoek. Hè. Er wordt met allerlei apparatuur wordt er naar dat schilderij gekeken. Wat zijn voor jou nu de belangrijkste dingen waarvan je, die daar nu uitgekomen zijn? Waarvan jij denkt, dat wist ik nog niet. Dat vind ik wel heel bijzonder. Ja, wat we proberen is eigenlijk heel goed in beeld te brengen wat de conditie is van het schilderij. De huidige staat. 1642 geschilderd. Mm-hmm. Ja, hoe gaat zo'n schilderij door vier eeuwen geschiedenis heen? Mm-hmm. En het tweede is dat we proberen zoveel mogelijk kennis te ontwikkelen van het werkproces van Rembrandt. En we hebben hier echt voor het eerst in de geschiedenis echt de kans om over Rembrandts schouder mee te kijken. Hè. We staan bij wijze van spreken in zijn schilderkamer en we zien ook hoe die denkt. We kunnen echt Rembrandts hoofd in. Mm-hmm. En het grappige is dat je dan ook ziet hoe Rembrandt zichzelf corrigeert. Ja. Dus bijvoorbeeld de vlag die we daar zien bij de Vaandrig, die stond eerst een stukje naar rechts. En die heeft hij... teruggebracht naar links, dus iets geschoven, zodat hij iets meer diagonaal ook in beeld kwam te staan. En daarmee ook eigenlijk parallel komt aan dit geweer en aan de stok van de nachtwacht. Ja. Van de kapitein, moet ik zeggen. En andere motieven zijn bijvoorbeeld op de helm van deze man hier in het midden. Daar zijn veren in werkelijkheid geschilderd aanvankelijk. Ja, die zijn overschil, dat zien we nu niet meer. Ja. Maar het is wel heel mooi om mee te kijken en mee te denken met Rembrandt. En dat is nieuw, hè? Dat wisten we helemaal nog niet. Nee, dit is echt de eerste keer dat we op deze manier ook door de verflagen heen kunnen kijken. Ja, dus want we hebben wel Röntgen natuurlijk, daar kan dat ook mee, maar dat was niet zo geavanceerd, hè? Nee, dus Röntgen was van, laten we zeggen, in de jaren 60, 70, 80 echt de methode. En nu met macro-röntgenfluorescentie kijken we naar de elementen. En daarmee kunnen we de pigmenten reconstrueren. Technisch verhaal. Ja. Maar wat het mogelijk maakt, is dat we echt begrip krijgen van hoe dat schilderij is opgebouwd. Ja. Dus ook de stadia waarin Rembrandt werkt. En hij ziet iets werkt niet goed. Misschien in overleg met de opdrachtgever. Mm-hmm. En wordt weer aangepast. Ja. En ik vind een van de meest spectaculaire elementen, wat mij betreft daarin, is dat we gezien hebben dat Rembrandt hier een pigment gebruikt dat orpiment wordt genoemd. Koningsgeel. Ja. Nou, we hebben altijd het gevoel dat Rembrandt een soort goedkope kunstenaar was. Hè? Als hij doeken had die hij aan elkaar kon naaien of goedkope pigmenten, dan ging Rembrandt daarvoor. Eigenlijk puur voor goedkoop en het gemak. Maar het grappige is dat dat orpiment, dat koningsgeel, een vrij duur pigment was. Dat vanuit Azië moest komen. Dus in één keer wordt ons beeld ook van
het palet dat Rembrandt gebruikt veel rijker. Ja. En dat is prachtig. Ja. Het is ook niet de gekke plek natuurlijk, hè, dat hij dat daar doet op de jas van de luitenant. Nee, hij suggereert echt hier goud verguldsel, ja, in het draadwerk zoals het is weergegeven. Ja, en er was nog een heel belangrijk detail, hè? Dat was hierboven ergens. Over dat daar misschien toch meer mensen op zouden, ja, staan? Dat is iets anders dat bijzonder is. En normaal, hè, we tellen hoeveel figuren er op de nachtwacht, ja, staan. We weten hoeveel mensen er zijn geportretteerd en hoeveel figuranten Rembrandt toevoegt. Ja. Maar als je heel goed nu daar in die bovenhoek kijkt, in het donker, ja, dan lijkt het alsof daar nog veel meer figuren oprijzen. Alsof het een soort rij is van, mm-hmm, ja, mannen die achter elkaar staan, maar die ook weer, ja, de rol hebben om de massa van de schutterij weer te geven. Ja, en dat was nooit echt eerder goed opgevallen en nu dus, nee, ja, zien we dat dus ineens. Ja, dus ja, de rijkdom aan detail is echt gigantisch, ja. Ja, en dat blijft iedere dag weer dat we nieuwe dingen aan, ja, zien. Hoe bijzonder is dat voor jou dat je dat soort dingen nu ontdekt? Ja, het malle is, hè, de Nachtwacht is zo'n schilderij dat we met z'n allen zo vaak gezien hebben in reproductie, mm-hmm, dat we eigenlijk vergeten om goed te kijken. Ja. En denk, operatie Nachtwacht, ja, helpt ons, maar eigenlijk de hele wereld, om nog een keer echt goed opnieuw naar dat schilderij, ja, te kijken. Ja, en dan uiteindelijk, ja, de fascinatie is echt enorm. Ja, laten we even een paar stapjes weer terug doen. Dan kunnen we die mooi in zich heel op de achtergrond weer te zien. De Nachtwacht is de belangrijkste schilderij van ons land. Ja, hoe komt dat eigenlijk? Wat betekent deze Nachtwacht? Ja, ik denk uiteindelijk, als je terugbrengt tot de kern, is dit een schilderij dat echt staat voor wat wij zijn als, ja, land. Hè? Dus, mm-hmm, Nederland als republiek oorspronkelijk. Eigenlijk kort voordat Rembrandt de Nachtwacht schilderde, nou, is Nederland een vrije staat geworden, mm-hmm, onafhankelijk van Spanje. Dus dit schilderij staat ook voor wat, ja, de burgers zijn. Burgers aan de macht, als het ware. En als je dan kijkt hoe Rembrandt hier kiest voor een genre, dat echt een typisch Nederlands genre is. Hè, dus het schutterstuk kom je nergens in Europa tegen. En dan kennen we 130 schutterstukken uit de 16e tot 18e eeuw. En ongeveer de helft daarvan is in Amsterdam gemaakt. Dus het is ook nog eens een keer echt een Amsterdams genre. Ja, normaliter zie je dat kunstenaars eigenlijk heel netjes als een soort, ja, schoolfotografen iedereen op een rijtje zetten. Maar wat doet Rembrandt? Hij drukt eigenlijk af net op het moment nadat iedereen gegroepeerd is geweest. Ja, dus hij maakt echt iets anders van dan wat zijn collega's allemaal op, ja, dat moment doen. Ja, absoluut. Dus daar zitten, ja, eigenlijk de vernieuwingen in, innovatie, ja, het experiment ook dat je, ja, bij Rembrandt ziet. Dus hij, ja, hij maakt echt een groot vuurwerk hier aan beweging en actie. En je hoort de Nachtwacht bijna. Hè? Als je denkt aan het, ja, hondje dat rechtsonder staat en bijna blaffend is weergegeven ten opzichte van de drummer die daar is weergegeven. Mm-hmm. Dus Rembrandt probeert ook echt, ja, eigenlijk alle zintuigen te betrekken op het moment dat je als beschouwer voor dat schilderij staat. Ja. Hoe zit dat met de betekenis nu nog steeds? Want het is nog steeds eigenlijk ons nationale symbool. Hè? Zo zien we hem nog steeds. Ja, het is echt een nationale pronkstuk. Maar ik denk dat we de Nachtwacht te kort doen als we zeggen dat het alleen nationaal van belang is. Hè. Dit is echt werelderfgoed. Er zijn maar weinig schilderijen in de wereld die, ja, echt na 400 jaar nog zo'n rijkwijde, impact, indruk maken, hè, op jong en oud uit de hele wereld als de Nachtwacht doet. Dus, ja, het is ook echt een persoonlijk schilderij. Ja, we hebben even een filmpje gemaakt van allerlei dingen die zich rondom die Nachtwacht afspelen, om ook te laten zien hoe belangrijk het schilderij nog steeds ook is, ook internationaal. Laten we daar even naar gaan kijken. Ja. Synonymous with masterpiece, and this arguably one of his greatest paintings. Ring finger se gri hai, aisi koi photo hai aapke paas?
Ja, even wat we allemaal gezien hebben in dit filmpje. Het Concertgebouworkest, Jacqueline Govaert van Cresip. Bollywoodfilms die hier zijn opgenomen. Netflix-series zoals Sense8. Killing Eve van de BBC. Zangeres Merel zagen we. Dries Roelvink, niet te vergeten natuurlijk. Nationaal Ballet. Om even een beeld te krijgen van hoe belangrijke rol dat schilderij nog steeds speelt. Hè? Ja, de Nachtwacht is echt van ons allemaal. En het is mooi dat je die toe-eigening telkens weer ziet. En hoe mensen zich echt proberen te verhouden ook tot dit schilderij. En in die zin, ja, als je ziet Rijksmuseum en deze nachtwachtzaal als een soort van wereldhuiskamer bijna, dan draait het om dit stuk. En om een werk dat meer dan 370 jaar geleden door die toen 33-jarige Rembrandt begonnen is. Ja, ik heb een aantal vragen ook weer binnengekregen. Piet bijvoorbeeld, die vraagt van, klopt het eigenlijk dat Rembrandt zichzelf heeft geschilderd in de nachtwacht? Ja, dat is interessant, want dat is een van de meest genoemde, misschien wel mythe of mystiek element dat in het schilderij zit. Als je goed kijkt, zie je dat in de achtergrond, hierboven, een man is weergegeven die met één oog, baret op, met één oog in onze directie kijkt. Ja. En in onze richting kijkt. En wat we weten is dat kunstenaars in de 17e eeuw vaak zichzelf portretteerden als iemand, de enige die in de lens kijkt. Dus het zou zo kunnen zijn, heel voorzichtig, dat dit Rembrandt zelf is die zich opneemt in dit schilderij. Ja, oké, we doen even een stapje terug. Betekenis van een nachtwacht in de schilderkunst. Je vertelde net al kort even iets over, maar het was revolutionair dus in de ontwikkeling van de kunst in Nederland. Hoe zit dat precies? Ja, als je nadenkt dus over de ontwikkeling van het schutterstuk in de late 16e en vroege 17e eeuw. Je had op een gegeven moment Cornelis Ketel, die maakte het eerste ten voeten uit, zeggen we dan. Volle lengte gevulde schutterstuk. We zien hem hier naast je. Dat in Nederland gemaakt is, 1588. Ja, daar zit al een zekere beweging in, maar het is een soort golvende lijn van figuren die we zien. Ja. En het mooie is dat eigenlijk dat motief van die kapitein in het midden met zijn hand, die ook het moment van uitmarcheren weergeeft, door Rembrandt min of meer wordt overgenomen. Maar ja, hij geeft er nog meer dynamiek aan. En vanuit dat moment van 1588 tot aan 1642, als Rembrandt dit schilderij voltooit, heb je meneer Piekenooi bijvoorbeeld in Amsterdam. En die maakt zijn eigen schutterstuk. En maar daar zie je echt iedereen netjes naast elkaar op een rijtje, allemaal even goed in beeld. Eigenlijk is dit niet zo heel veel anders dan een schilderij wat 40, 50, 60 jaar eerder was gemaakt. Nee, dus die continuïteit in traditie die zit daar. Ketel is eigenlijk heel revolutionair. Het schilderij van Cornelis Ketel in 1588. Ja. Maar Rembrandt gebruikt dat schilderij als een soort van trampoline, weet je. Dus hij jumpt in het oneindige bijna met wat hij hier doet. Ja, want door een schutterstuk, dus een portret, echt om te vormen tot een verhaal, tot een historisch stuk. Ja, want als we het schilderij van Piekenooi zien, wat we dus nu naast jou zien, hè. Dat is bijna helemaal hetzelfde nog als in... Dus heel netjes, hè? Allemaal naast elkaar. Je hebt rugfiguren, figuren die naar elkaar toegedraaid zijn, van elkaar. Hè? Dit is wat je zelfs op... Het is gewoon een tijdgenoot, hè? Hetzelfde tijd gemaakt. Ja, zeker. Zelfde tijd gemaakt. Maar Rembrandt, hij gaat een andere richting in. En dat maakt het ook wel mooi. Hè? We zeggen vaak, Rembrandt is de rebel in de 17e eeuw. Waar iedereen rechtsaf gaat, gaat Rembrandt linksaf. Maar je ziet hoe hij zich blijft verhouden eigenlijk. Hij zoekt continu de spanning op. En dat maakt hem ook een van de meest fascinerende contemporaine, dus eigentijdse kunstenaars ooit. Ja. Maar dat maakt ook dat hij ook nu nog steeds zo modern en relevant is. Ja, ik wil het ook nog even met je hebben over de compositie van het schilderij. Want ja, die twee centrale figuren, Banning-Kok en Van Ruitenburg, dat zijn natuurlijk de twee figuren waar het om gaat. Maar daaromheen inderdaad lijkt het een soort orkaan te zijn. Ja. En toch is het allemaal niet zomaar op deze manier geschilderd. Nou ja, en dat is denk ik heel knap aan Rembrandt. Hè. Hij doet ons geloven alsof we kijken naar een soort filmstil. Hè. Eén vastgezet moment in tijd. Maar het is volledig gedirigeerd, volledig geregisseerd. Ja. Kun je dat laten zien, hoe dat werkt? Ja, dus hè, als we eerder zeggen, dit is het centrale motief zo'n beetje. Dus je hebt die hand die zegt, we gaan uitmarcheren. We vinden de schaduw hier op dat wapen van Amsterdam. Dus het gaat over de veiligheid van Amsterdam. Maar vervolgens zie je hoe Rembrandt dat stuk opbouwt. Dus hoe motieven, stok, geweer, vlag, als het ware lijnen vormen hier naar het centrale motief toe. En hetzelfde ook aan deze kant. Dus ongewild stuurt Rembrandt ons oog naar het centrum van zijn vertelling.
En dat doet hij vervolgens ook met licht en donker. Dus hij weet, eigenlijk ook goed de 17e eeuwse kunsttheorie volgend, dat als je een lichtere figuur plaatst tussen donkere figuren, ja, dat ze dan nog meer naar voren gaan komen. Dit kan eigenlijk helemaal niet. Als je bedenkt hoe hier een lichtbron eigenlijk recht van boven, maar ook weer van voor ingezet moet zijn. Dus Rembrandt neemt ons mee, we nemen het te koop toe, maar hij is eigenlijk zo sterk hierin dat we ja, echt geloven in wat we zien. En vervolgens zie je ook dus dat hij speelt met lichte kleuren, fellere kleuren ten opzichte van de meer ja, aardpigmenten, de aardkleuren. Dus hier de figuren op de voorgrond zijn veel helderder neergezet dan hetgeen dat op de achtergrond gebeurt. Dat zijn meer groene, bruine, aardse tinten. Mm-hmm. En als je bedenkt dat dit schilderij oorspronkelijk tegenover een raampartij hing, het licht kwam een beetje zo binnen, maar in avonden, ja ook echt kunstmatig met kaarslicht belicht is, dan zal die dieptewerking veel sterker geweest zijn dan wanneer we nu met elektrisch licht werken. Ja. En het grappige is dat daardoor eigenlijk de reis die je oog maakte in de tijd van Rembrandt misschien wel een langere reis was dan het oog tegenwoordig maakt. Ja. Ik heb nog een vraag daarover gekregen van Diana Nachtegaal. Zij vraagt, ik heb gehoord dat de schilderij overdag is, maar het ziet er heel donker uit, dus het lijkt nacht. Wat zien we nou eigenlijk? Ja, ook hier weer, we kijken naar Rembrandt de cameraman, Rembrandt de filmregisseur. Rembrandt die licht zijn kadering inzet om eigenlijk ons mee te nemen die compositie in. En ik denk dat het in eerste plaats gaat om het suggereren van een ruimte en dus spelen met die dramatiek in licht. En dat of het nu dag of nacht is, veel minder relevant is. Belangrijk op te merken dat de naam Nachtwacht eigenlijk pas in de jaren 80 van de 18e eeuw, dus zeg maar 1787, voor het eerst opduikt. Voorheen dus dat was meer dan 100 jaar nadat het schilderij af is, hè? Dus dat is iets dat daar opgeplakt is, omdat het heel erg nagedonkerd was. Moet je voorstellen, zo'n schilderij werd blootgesteld aan allerhande verschillende invloeden, roken, kaarslicht, noem het op. Maar dat ook daarbij ter sprake komt dat in die tijd, dus in die 18e eeuw, de schutters eigenlijk niets meer waren dan een soort echt nachtwachten. Dus mensen die in de nacht nog de kaarsverlichting aanstaken in de stad en dat soort zaken. Ja. Joyce, die wil graag weten, werd Rembrandt in zijn tijd, toen de nachtwacht net klaar was eigenlijk, werd hij toen ook al zo bewonderd zoals wij dat nu doen? Ja, er is een soort hardnekkige misvatting dat Rembrandt in zijn laatste tijd een miskend genie geweest zou zijn. En dat is niet zo. We hebben zelfs een hele mooie bron uit 1678 van Samuel van Hoogstraten. Dat is een van Rembrandts leerlingen. En die zegt, ja, dit schilderij is zo schilderachtig van karakter, zo zwierig van sprong. Een fantastische term, hè? Zouden we ook weer in het hedendaags Nederlands moeten gebruiken. Dat betekent dat het echt een attractieve compositie is. Het arrangement is heel levendig. En hij zegt, ja, zo krachtig dat het alle andere schutterstukken, alle andere schilderijen, als een soort van speelkaarten zal doen verbleken. Dus dat zegt al dat kort na Rembrandts dood, hè, nog 10 jaar na Rembrandts dood, eigenlijk meteen wordt gezegd, dit is iets dat blijft. Weet je, dit staat boven alles uit in die eigen tijd al. Ja, dat blijkt nu wel. Ja, gelijk gekregen. Terugblikkend, absoluut. Ja. En nog een vraag van Bart. Van Bert. Hij zegt, er zijn ooit stukken van de zijkant afgesneden. Weten we wat daar precies op heeft gestaan? Ja, we weten wat er op de stukken heeft gestaan die aan de linkerkant onder en boven zijn afgesneden. Het afsnijden is gebeurd in 1715, denken we, toen de nachtwacht van de Cloveniersdoelen, dus van het clubhuis van de schutters, naar het paleis op de Dam werd verplaatst. Dat toen het stadhuis nog was. En we hebben een kopie namelijk uit de 17e eeuw van een kunstenaar Lundens, Gerrit Lundens heet hij. Hangt hier ook, hè? Hangt hier ook, inderdaad, naast de nachtwacht in de nachtwachtzaal in het Rijksmuseum. En daar zie je de oorspronkelijke compositie. Dus daar stonden gewoon nog twee mannen op een brug aan de linkerkant bij. En daarmee waren de kapitein en de luitenant oorspronkelijk ook niet echt het centrum. Ik bedoel dus echt fysiek het centrum. Dus links zat meer ruimte dan aan de rechterkant. Wat die dynamiek nog groter maakte dan nu het geval is. Ja, ik wil het ook nog heel even met je hebben over de plek. Want het zijn natuurlijk Amsterdamse schutters. Maar weten we nou waar ze op dit moment lopen? Ze lopen over een bruggetje heen. Weten we waar dit is? Ja, het eerlijke antwoord is dat we het niet weten. En dat er wel theorieën over zijn.
een van die theorieën zegt dat die hele reeks met schutterstukken gemaakt is voor de komst van Maria de Medici in 1638. En zij was de weduwe van de koning van Frankrijk. Zij wordt de moeder des konings en koninginnen genoemd in Europa. Dus dat was echt een hoogwaardigheidsbekleder. Zeg maar de Amerikaanse president vandaag de dag, hè, zoals Obama hier ook geweest is, voor dit schilderij. Maar of dat zo is, dus of gesuggereerd wordt dat de ruimte waar zij staan ook de ruimte is waar de schutters stonden toen die Maria de Medici Amsterdam aandeed, dat weten we niet. Ja, dat weten we. Er is een tekening van een poort, hè, die toen is gebouwd. Ja, dat klopt. Er werden allerhande tijdelijke poorten neergezet. Het was een soort feest met tijdelijke monumenten die opgetuigd werden voor de komst van de hoogwaardigheidsbekleder. Maar het grappige is dat je ook de Antonuspoort had in Amsterdam in die tijd. En kijkend naar afbeeldingen van die specifieke poort, dan lijkt die zelfs nog dichter te komen bij de poort die afgebeeld is op de Nachtwacht. Ja, maar dus eigenlijk, dus we weten het nog steeds niet. Zijn er nog meer theorieën die daarover de ronde doen, over de plek? Of zijn dat wel de twee meest voor de hand liggende? Als je spreekt over kampen als het ware van wetenschappers, dan zijn dat de meest geëigende theorieën die gebruikt zijn. Maar uiteindelijk is op dit moment de conclusie, nee, we weten het niet. Het kan ook zo zijn dat die poort eigenlijk gewoon staat voor Amsterdam in algemeenheid. Hè. Zij staan voor de veiligheid van de stad. De grens tussen de stad en het buitengebied zijn de stadspoorten met de muren in die tijd nog. Ja, en daar houden ze zich op. Ja, dus het kan ook zijn dat Rembrandt gewoon die poort zelf helemaal bedacht heeft. Ja, absoluut. Hè. Ja. 17e eeuwse kunst wordt vaak geroemd om realisme. Dus de echtheid, maar het gaat om het echt doen lijken. Dat wil niet zeggen dat het ook echt is. Ja, wat je zou toch, schilderijen die ouder zijn, daarvan heeft echt elk detail heeft echt een betekenis. Maar dat was in de 17e eeuw was dat niet meer. Ja, toch. Dus het zijn echt verhalenvertellers. Hè? De 17e eeuw was een buitengewoon visuele cultuur. Ja, er is vaker gezegd, dat waren de Instagrammers voordat Instagram echt begon. Of Facebook, of Twitter, of noem het op. En kunstenaars wisten ook vaak om de wereld net iets mooier, net iets beter te maken dan in werkelijkheid was. Dus ze kiezen voor hele specifieke momenten. Dat is wat Rembrandt hier ook doet. Hij focust op één specifiek moment in het verhaal. Ja, maakt dat zo dynamisch dat je meegezogen wordt in dat verhaal. Ja. Ik heb nog een vraag van Frank. Die wil graag weten, waarom is het schilderij eigenlijk zo hoog? Ja, het is een goede vraag. Dat heeft te maken met de ruimte waarin het schilderij geplaatst werd. Dus die ontvangstzaal in de Kloveniersdoelen. Waar echt bijna van de grond, de vloer tot aan boven aan het plafond, gevuld was met schilderingen. Dus de Nachtwacht is één van 7 werken die daar hingen. En maakte onderdeel uit van een ensemble, dus van een rij, één wand met 3 van dit soort grote schilderijen. En de 2 andere door kunstenaars Bakker en Piekenooi hangen vandaag de dag in de Hermitage hier in Amsterdam. Ja, en hij is dus zo hoog omdat gewoon de ruimte waar hij moest komen te hangen gewoon deze hoogte had. Ja, dus het werd niet zozeer als schilderij gemaakt, maar meer als een wandbespanning. Alsof je, waarbij Rembrandt ook probeert neer te zetten, dat je bijna niet meer weet waar je eigen ruimte als beschouwer ophoudt en waar de ruimte van het schilderij begint. En daarom is die hand zo mooi, dat je echt ziet dat die hand het schilderij uitkomt, onze ruimte in. Ja, we zien dat nu achter je, de plek waar die, zoals die ongeveer gehangen zou moeten hebben. Ja, dit is een reconstructie, maar dus eigenlijk recht achter, bijna plomp verloren in een rij van schilderijen. En als je eigenlijk meteen hier naar kijkt, dan valt op hoe dat rustige, netjes, kabbelende van figuren naast elkaar eigenlijk meteen de das omgedaan wordt door Rembrandt. Hij gaat echt voor actie en beweging. Ja, Pieter, ontzettend bedankt voor het delen van jouw ongelooflijke kennis van de Nachtwacht. Dank je wel daarvoor. Ik denk dat de mensen er heel veel van hebben opgestoken. Kijkers, bedankt dat jullie hebben gekeken naar deze live update weer over operatie Nachtwacht. Zoals je weet, we zijn de Nachtwacht aan het restaureren. We zijn onderzoek aan doen hoe we dat straks allemaal het beste kunnen doen. En daarom hebben we deze live update elke dinsdag. Volgende week dan zijn we er natuurlijk weer. Blijf je vragen gewoon stellen, want als het kan nemen we ze volgende week dan weer mee bij de volgende live update. Bedankt.